plan voor 5 vakantiehuisjes in een boomgaard in Beuningen-Noord is dinsdagavond weggestemd door de gemeenteraad van Beuningen. Dit tot opluchting van enkele tientallen bewoners die aanwezig waren in de raadzaal. Het plan was gepresenteerd als zijnde kleinschalig, maar de tegenstemmers willen dat het begrip kleinschalig eerst duidelijk wordt gedefinieerd. We hebben eigenlijk niet tegen het plan gestemd. Wij vonden dat in deze prachtige omgeving hier, dat je de kleinschaligheid, wat versta je daaronder? En we zijn uitgegaan en we hebben in eerste instantie gezegd, alle initiatieven voor recreatie en toerisme hier, dat juichen we toe. Maar we willen wel weten van de wethouder wat hij onder kleinschaligheid verstaat. En toen werd het spannend, want toen werd het behandeld in de raad. En uiteindelijk betekende dat het merendeel van de raad heeft tegengestemd tegen het voorstel. Maar wij waren in principe niet tegen het voorstel. Nou, wij vinden dat als je praat over de ontwikkeling van dit gebied, dat ondernemers de ruimte moeten krijgen. Het is een prachtig gebied. Het leent zich uitstekend voor recreatie en toerisme, maar wel op een beperkte schaal. En niet, zoals we dat met een mooi woord noemen, intensief. Dus mensen die moeten hier kunnen wandelen, moeten hier kunnen fietsen. En er moeten accommodaties zijn die ook daarop passen. En vandaar dat je hier niet enorme ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme moet krijgen. Daar willen we heel duidelijk, ook gezien de omwonenden, die hebben hier toch ook een belang. En die willen hier rustig blijven wonen. Ja, dan moet je toch op een beperkte schaal dat toerisme ontwikkelen. Als je nu zegt, het voorstel wat er lag, dat accepteren we zoals het is. Dan had je op dat moment een ontwikkeling gehad die je niet heel duidelijk in beeld had gebracht van wat vinden wij daar nou van. Dan was er een volgende gekomen, die was ook begonnen met een initiatief en moet je daar dan nee tegen zeggen. Nee, je moet eerst definiëren met elkaar wat je wilt. Wat willen we in dit gebied? En wij noemen dat dan toevallig met een mooi woord kleinschalig. Als we dat in beeld hebben gebracht, kunnen we ook naar ondernemers en ook naar omwonenden laten zien wat er specifiek de bedoeling is in de toekomst en zoals we dit gebied willen ontwikkelen. Zo weet in ieder waar die straks aan toe is. En dat wisten we niet op het moment toen gisteren het onderwerp in de raad kwam.